Goedemorgen. Het is stiekem al bijna middag, maar het is nog morgen. Ik heb echt zo'n slechte nacht gehad door mijn buurman, maar ook weer een beetje niet door mijn buurman. Want ik moest om 4:30 s'nachts, waar is mijn telefoon nou gebleven, plassen. En toen werd ik dus wakker omdat ik moest plassen en toen ging ik naar de wc. Oh hier. Ja, en toen was hij zo aan het kletsen en later ook aan het schreeuwen. Ja, het lukte gewoon niet. Dus ik heb het 9:30 zien worden. En dan heb ik heel lang ook gewoon dat ik dacht, nou ja, weet je, dat is misschien... Ja, nee, maakt niet uit. Want ik kan wel niet op mijn telefoon gaan. Maar als ik niet op mijn telefoon ga, dan frustreer ik me alleen. Want ik kan toch niet slapen. Ik was zo gefrustreerd op een gegeven moment. Ben terug gaan schreeuwen. Ik heb echt geschreeuwd, hou nou eens je kop! Hielp niet. Nee, hielp niet. Dus, nou, toen heb ik dus 9:30 zien worden. En toen ging mijn wekker om 9:15. Want ik ging met mama lessen. Met mama naar aquagym. Om 11:00. En toen heb ik dus op stop gedrukt in plaats van snoes. En toen werd ik dus echt plomp verloren om 9:15 wakker. Dus toen ben ik in mijn pyjama als een malle naar het zwembad gereisd. En toen was ik nog op tijd. Maar echt soepel was het niet. En ik ben ook echt moe, merk ik. Nou moet ik ook zeggen, ben ook nog ongesteld geworden en dat is 5 dagen te vroeg. Dus ik ben even helemaal in rep en roer. Maar dat geeft niet. Het eerste wat ik moet doen is een ontbijtje. Want dat het... Nee. Er is één ding wat ik nog eerder moet doen. Deze. Die moet ik ook eigenlijk verkopen, want die is bijna leeg. Jongens, ik ga helemaal stuk. Ik krijg een FaceTime oproep van Gyro. En die is al bij het gelag met Brent, want die moet op de levering wachten. Dat is altijd heel onhandig. Je weet nooit hoe laat ze komen. Dus je moet er dan gewoon zijn. En dan maar afwachten hoe laat ze er zijn. Trouwens, mijn nieuwe snoertje zit aan mijn camera. Dus geen gekraak meer. Het is voorbij. Ik heb de tweede keer wel de goede besteld. Ja, hè. Maar, toen de genius, hij zei, Sophie, hoe laat kom je? Ik zeg, ja, ik zeg zo meteen een keer. Ik zeg, ik ben net thuis. Ik moet nog even eten. Hij zei, ja, je moet echt komen. We zijn een mega knikkerbaan aan het bouwen. Ik zei, mega knikkerbaan? Zei, ja, je moet echt komen kijken. Ik zei, nou, hebben jullie al geluncht? Want ja, het is ongeveer lunchtijd. Ja, voordat ik daar ben wel. Nee. Ik zei, nou, dan haal ik wel even een broodje. We hebben zo'n Italiaanse bolle. Ik zal het even laten zien straks. Bollo heet dat ook echt. En dat is zo lekker, zo'n broodje carpaccio daar. Ik zeg, dan haal ik wel even een broodje. Dan eten we samen wel wat. En dan kom ik naar jullie knikkerbaan kijken. Ik was sowieso van plan om die kant op te gaan, want ik wil graag de vriezer opruimen. Want vandaag komt dus de bestelling binnen voor alle borrelplanken en zo. En dan wil ik dat het echt een beetje gerangschikt ligt. Want nu, onze oude chef, die had echt gewoon letterlijk alles gewoon door elkaar. En ik wil gewoon dat er een plank is voor vlees, een plank voor frituursnacks, een plank voor... Ik weet niet wat er allemaal in ligt. Ik ga het allemaal wel zien. Maar in ieder geval, dat het een beetje ergens op lijkt. Maar dan ga ik eerst even een broodje halen voor de mannen en dan... Ik heb nu al zin in die knikkerbaan. Voor alle Veenendalers, dit is Bollo Panino. Dat is zeg maar in de verlengde van de Hoogstraat. It's worth it. Ze hebben ook een bezorgservice. Gratis reclame te maken voor Bollo, maar ja. Weet je, het is het wel waard. Het is het zeker waard. Het is het wel. Kijk even wat een bol dit is. Het doet mij meer denken aan Turks brood dan aan Italiaanse bol. Nee. Maar het is niet de Italiaanse bol zoals je hem in de supermarkt koopt. Nee, natuurlijk niet. Dat is een echt Italiaanse bol. Oh, dit is een half Italiaan, dus die moet het weten. Dankjewel. Maar ik heb zonder olijven dan. Maar ik zweer je, 7,50. Jij hebt het pesto. Ik heb het pesto en olijven. En jij hebt ook, ja, ik wist niet. Ja, wil jij wel olijven nou of niet? Ik heb alles. Ja, je hebt alles, want ik wist het niet. Je wil je? Ja, alles. Oké. Okay. De hulptroepen niks te doen hebben, gaan ze mij helpen. Dit is het before. Gewoon ja, en ja. Jullie doen goed wij werk. Meer dan wij hebben hoort. Meer dan jij gedaan, wat jij nu allemaal gaat doen. Ja. Nou sorry hoor. Jij komt ons helpen, dat wil je. Ja. Ik ga naar huis.
Oké, jongens. Nou, ik heb even met de chef van hiernaast overlegd. En dit is allemaal, zeg maar, gewoon biefstukken en dat soort dingen. Die kunnen ze daar allemaal gebruiken. Want wij hebben dus geen menukaart meer, maar alleen een super uitgebreide mooie borrelkaart. En dit is allemaal voor ons, voor de borrel. Dus dan kan hij dat nog allemaal gebruiken. Dat is super fijn. En deze is voor frisdrank geworden voor de nacht. Dus, en dit is ook nog allemaal koeling en dat is ook allemaal voor de borrelplanken. Dus we hebben ruimte zat aan koelingen. Ik vond dus bij het opruimen van de vriezer 3 pastinaken. En dat is voor mij natuurlijk echt road down memory lane. En ik dacht, die ga ik even maken en die kunnen we dan lekker opeten. Want ja, wat moet je met 3 random van die dingen. Maar toen precies kwam de sligro. Dus die jongens zijn nu aan het werk. En hebben mij alleen gelaten met dit. Ja, ga ik het ze nog steeds gunnen of ga ik ze gewoon alle 3 zelf naar binnen werken? Ik ben in principe klaar. Ik wilde alleen de vriezers doen en dat heb ik gedaan. En de bestelling opruimen is echt bokken zwaar werk. Dat is alleen maar tillen en sjouwen. Dus ja, dat laat ik hun gewoon mooi doen. Ja. Nee, ik ga ze wel bewaren. Ik ga ze niet zelf opeten. Maar het is wel echt, ik ruik ze en ik ga weer helemaal terug naar die Portugal tijden. Oh. Toen ging ik wel echt, dat is een van de dingen die ik heel erg mis. Gewoon constant die tripjes. We gingen of naar Lissabon, naar zijn broer, of we gingen weer naar Madeira. Dus we hadden eigenlijk standaard, nou, 4-5 keer per jaar zo'n reisje. En nu is de laatste keer dat ik weg ben geweest, is Bonaire. En dat is gewoon al 7 maanden geleden. Ik moet weer een vakantie boeken, jongens. Echt hoor. Zijn jullie klaar voor de magistrale knikkerbaan? Als je dit vroeger niet gedaan hebt, dan heb je echt iets gemist in je jeugd. Dit is het bakje, daar moet hij in. Dat is eigenlijk een asbak, maar dat bedoelen we niet zo is. Nou, we hebben zeker geen aansteker, want jij is er niet. Nee. Oh. Waar is hij heen dan? Jairo! 3, 2, 1. Niet vallen nou, hè? Maar ik wil zo filmen dat hij nog... Hij moet er bij één vallen, hè? Oké, oké, oké. Ai, 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 ai. Nog een keer proberen. Ja, even bijstellen. Ik wou net zeggen, dit is... belangrijk. Hiervoor worden wij betaald. We hebben ook een topbaan eigenlijk. Hey! 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 Ja, mooi ding, mooi ding. Mooi ding, mooi ding. Doe het maar voor mij. Nee, maar het was leuk voor je. Fijne dagbak. Nee. Als er een nieuwe kok is, beste keuze, dan moet er gelijk uitgeprobeerd worden natuurlijk. Dit is een lap vlees. Ja. Dit is niet normaal. Eigen gemaakt stroopwafelsaus. Ik zei heel veel friet, nou dat hoefde ik maar één keer te zeggen. We hebben een heel bord vol. We gaan heel hard genieten. Verdiend genieten. Zeker. We hebben echt een hele gezellige avond gehad en we zijn eigenlijk gewoon blijven hangen. We hebben drankjes gedaan en ik ben helemaal gesloopt. Ik heb het heel leuk gehad, maar ik heb het idee dat ik gewoon echt heel erg verkouden ga worden. En dat is goede timing, maar... Weet je, ik ben echt vaak ziek op mijn verjaardag. Volgende week zondag ben ik jarig. Maar in ieder geval. Dus ik lig in bed met de laptop. En dacht, ik doe nog even gewoon hier chillen. En dan ga ik zo gewoon plat. Heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie je weer bij de volgende video.